Ik ben Brabander, ik ben geboren in Sint-Oederode, 1948. Lieve aardige jeugd in een warm gezin in de jaren 50 in een Brabants dorp. Dus dat had, dat had heel aantrekkelijke kanten. Mijn ouders waren wat dat betreft heel liberaal. Niet van politieke opvatting, maar wel hoe ze hun kinderen opvoeden. Dus er werd veel aan mezelf overgelaten. Ik mocht veel, ik kon veel. Nou, dat was een beetje... Het was een warm bad. Mijn moeder las voor, toen ik zelf nog niet kon lezen natuurlijk. En dat begon eigenlijk met de Donald Duck, waar ze voor mij een abonnement op had genomen. Daar las zij mij uit voor. Dus ik was al... ik werd al vroeg geconfronteerd met stripverhalen. Later las ik stripverhalen bij een neef van mij. Die verzamelde strips en had onder andere verhalen van Kuifje. En Lucky Luke, Frankijn, nou ja. Het was altijd een fantasiewereld waar ik me in bevond. Heel veel. Ik speelde heel graag riddertje of cowboy. Of woonde in een mooie omgeving in Sint-Oederode, vlakbij het kasteel. Dat was voor jongens was dat een mooie setting. Daar kon je van alles omheen verzinnen. En... er werd me ook altijd gezegd van, ja, jouw fantasie is te groot. Ik zat vroeger als kind, ik verveelde me nooit. Maar het was heel vaak inderdaad wel tekenen, wat schrijven. Ik ben op 12-jarige leeftijd, 14-jarige leeftijd, weet ik niet precies, gitaar gaan spelen. Popmuziek werd populair. En ik wilde daar zeker een onderdeel van zijn. Dus toen ben ik gitaar gaan spelen en een bandje geformeerd. Hield ook meteen de succes op school, middelbare school op, want ik besteedde alleen maar tijd aan dat bandje. En van daaruit ben ik weer later, ik was een jaar of 17 denk ik, terechtgekomen op Kunstacademie Eindhoven. Ja, dat heette eigenlijk geen Kunstacademie, dat heette Academie Industriële Vorming Eindhoven, de AIVE, wat nu de Design Academy is. Heb ik 2 jaar gezeten. Het was een academie die nogal sec gericht was op het bedrijfsleven. En dus een illustrator, striptekenaar, dat ging niet. Ik kon daar mijn ei niet kwijt en ze wilden dat ei ook niet op die academie. Ik heb gezocht aan een andere academie en dat is uiteindelijk Enschede geworden. En daar heb ik de academie afgemaakt, de AKI in Enschede. Ik ben naar de academie met mijn portfolio naar uitgevers gegaan, ook naar reclamebureaus. En de reclamebureaus en het reclamewerk en het illustreren, ook voor educatieve uitgeverijen, dat moest eigenlijk de giro uit het rood houden. Want die strip, dat is een heel traag arbeidsproces en je wordt niet per uur betaald. Dus dat was wel een sappelen. Toen ik die Eindhoven strip ging maken, vond ik het erg ingewikkeld om qua camerastand, of filmisch om het zo maar te noemen, interessante plekken te zoeken waar ik het verhaal af kon laten spelen. Kijk, als je in een wat meer romantische stad als Den Bosch woont, dan heb je de geveltjes cadeau en nou ja, dat is wat anders. Maar in mij beviel die anonimiteit, dat spoorde een klein beetje maar de anonimiteit die ik zelf ook zag. Hier staan alle scenario's op een rij. Ik heb meer verhalen getekend dan alleen dat Eindhoven verhaal. Het begint altijd met het maken en het verzinnen en het schrijven van een verhaal.
Dat is in het aanvang een synopsis die je vervolgens, in mijn geval, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. In mijn geval werk ik het nauwgezet uit. Dus je hebt hier plaatje 1. Een auto spoedt zich door het drukke stadsverkeer. Het is zeer slecht weer. Het regent en onweer ligt op tegen de sombere, grijze lucht boven de skyline van de stad. En dan is dit de map, de stem van Sonar. Ik heb eigenlijk een soort casting gedaan, net als bij film. Wie speelt nou die rol en wie speelt die rol? En hoe moet die eruit zien en waarom? En hoe gaat hij gekleed? Is het een arm iemand? Is het een rijk iemand? Is het een voornaam iemand? Is het is het maar een bum? Dat kan van alles zijn. Dus uitgaande van het verhaal wat je verzint, kan je ook de daarbij behorende karakters verzinnen. Om Eindhoven in beeld te brengen, had ik er in zekere zin een handicap bij, omdat iedereen uit het Eindhovense ook wel kon zien of het een beetje echt Eindhoven was of niet. Dus ik moest me documenteren. Dat documenteren, dat doe je aan de hand, in mijn geval, van foto's. Ik heb heel veel foto's gemaakt. Destijds liep ik hier ook rond en maakte foto's met dit cameraatje, analoog. Dat was puur om me te oriënteren en te documenteren. Tegenwoordig gebruik ik iets anders. En dat is dit apparaatje, een stuk kleiner, een digitale camera. Het is een telefoon met een camerafunctie. Destijds stond ik hier ook te fotograferen. Dit punt is een markant punt in Eindhoven. En in die tijd, het is ondertussen een beetje opgelost, stond hij regelmatig blank. Dus dan stond het water redelijk hoog in de tunnel bij heel zwaar weer. En dat heb ik als een gedeelte van een scène gebruikt in het Elno-boek over Eindhoven. Eindeloos veel foto's van het Philipsgebouw, straat in Eind. Het komt allemaal voor in de strip. Dit ook, het is het radiomonument in het park. Die locaties, die had ik al bedacht voor ik ging fotograferen. Dus ik ben niet alleen provis de stad in gaan lopen en denken van nou, dat is een leuk hoekje, dat fotografeer ik. Het is andersom. Dus eerst het verhaal en dan op locatie gaan fotograferen om je documentatiemateriaal voor elkaar te krijgen. Ik fotografeerde analoog en bij ieder rolletje heb ik wel omschreven wat op de verschillende negatieven te zien is, om een beetje mijn weg te kunnen vinden in mijn eigen negatief. Dit gebouw dat staat in de buurt van het station, tegenover het oude postkantoor. En daar de openingsscène van het Elno-verhaal speelt voor een gedeelte af bij dit gebouw. Er gebeurt iets heel dramatisch aan het begin van het verhaal. Er staat op de bovenste verdieping een vrouw die naar beneden springt, pleegt zelfmoord. En er wordt in het verhaal uitgelegd wat er nou eigenlijk aan de hand was. Dit gaat trouwens over die zelfmoord. Hier zie je dat meisje springen. Dus hier zie je er nog op de rand van het balkon staan, nog net niet gesprongen. Ik wilde ook zien, ik teken veel groter dan dit formaat. Ik wilde ook zien hoe het er in het klein uit zou komen zien. Want je kunt natuurlijk heel gedetailleerd werken. Maar als je te gedetailleerd werkt en het wordt bij verkleining niet leesbaar meer of niet goed zichtbaar, dan schiet het ook zijn doel voorbij. Ik had zelf de teksten verzonnen. Maar ik moest wel, omdat het in een studio geletterd werd, moest ik wel een berekening maken hoe groot een balloon moest zijn. Deze inkleur is handmatig gedaan. Tegenwoordig is dat meestal digitaal op de computer. Mijn vrouw, Mieke Somers, die kleurde mijn strips in. En dat was echt de finishing touch. We hadden wel een goede afspraak gemaakt. Vooraf, toen zij begon met dat werk, ze zei ik wil het wel doen, ik wil het graag doen. Maar de inkleur is mijn werk. Ze wilde niet dat ik bij ieder kleurtje wat ze verzon, daar kritisch overheen gebogen zou zeggen, kan ik niet net iets zus of zo. Daar had ze groot gelijk in. Dan komt dit opnieuw naar een lithograaf. Die maakte dan een lithografische opname van het kleurgedeelte. Dat werd dan vertaald in rood, geel en blauw.
cyan, magenta, yellow. En als laatste drukgang, 100% zwart, werd dit eroverheen gedrukt. En dan had je een complete pagina. Dus een stripverhaal zou je met enige moeite een bevroren film kunnen noemen. Het is meer dan een storyboard. En het is ook geen speelfilm. Het zit ergens op die scheidslijn. Dit is het omslag voor de complete Elno. De complete Elno is een verzameling van 3 Elno-verhalen. Dus steeds met dit persoontje in de hoofdrol. En ik heb dit omslag gemaakt omdat het boek een heruitgave is. Moest een nieuw omslag op. Het is een bundeling van verhalen. Het zijn in totaal 160 pagina's. Ik heb er zo ooit tegen mijn vrouw gezegd. Het zijn allemaal romantische ideeën hoor. Dat ik het ook wel aardig zou vinden om anoniem met zonnebril op en opgetrokken kraag verder te leven. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Maar dat gevoel dat je zoekt een bepaald soort, ja, onthechting is het ook niet, maar je zoekt wel een beetje een andere wereld. Thuis.